Beschrijf het plaatje. We zijn in een ziekenhuis, in een kinderziekenhuis. Dit is een kinderziekenhuis. Er staan, even kijken, hoeveel bedden zien we in de kamer? En dan gaan we de zin beginnen met er staan. Dus er staan 1, 2, 3, 4, 5. Er staan 5 bedden in de kamer. Er staan 5 bedden in de kamer. Dit hier, dit rode ding, dit is een rolstoel. Er is ook een rolstoel die naast het bed staat. In de rolstoel, wat zien we in de rolstoel? Er, we gaan de zin beginnen met er. Er zit een beer in de rolstoel. De beer, wat doet de beer? Leest een boek. De beer leest een boek. Oké, wat hebben we dan nog meer? Hoeveel kinderen zien we? Ik zie 1, 2, 3, 4, 5 kinderen. Er zijn 5 kinderen, maar 4 kinderen in een bed en 1 kind niet. Dus hoe gaan we dat in 1 zin zeggen? Er zijn 5 kinderen. We gaan hier een voegwoord gebruiken. Er zijn 5 kinderen, waarvan er 4 in een bed zitten of liggen. Ja, sommige liggen en sommige zitten. Dus dat kunnen we liggen of zitten gebruiken. Zo, er zijn 5 kinderen waarvan er 4 in een bed zitten of liggen. Aan de muur hangen tekeningen. Maar begin de zin met er. Dus aan de muur hangen tekeningen. Maar we gaan dezelfde zin zeggen en we gaan die zin beginnen met er. Hoe zou je dat zeggen als je de zin begint met er? Er. En dan je werkwoord, er hangen, want het is meervoud. Er zijn meer tekeningen. Aan de muur. Oh, herhangen, er hangen tekeningen aan de muur. Aan de muur hangen tekeningen of er hangen tekeningen aan de muur. En het is meer gebruikelijk om te zeggen er hangen tekeningen aan de muur. Ik zie ook een ballon. Hier is een ballon en dat is een hart. Zo, ik ga dat ook in één zin zeggen. Ik zie een ballon in de vorm van een hart. Buiten, door het raam, ik kijk door het raam, ik zie deze witte auto met een rode kruis. Buiten zie ik een ambulance en wat zie ik nog meer buiten? Deze drie dingen. 1, 2, 3. 3 bomen. En 3 bomen. Een ambulance. En de ambulance heeft hier dit blauwe, dat is een licht. En dat noemen wij een zwaailicht. De ambulance heeft een blauw zwaailicht. En je kan dat niet horen, want het plaatje is niet met geluid. Maar waarschijnlijk heeft hij ook zo zijn dat geluid aan. Hoe noemen we dat? Zo van...
Tururururut. Ja, zoiets. Of tututututut. Ja, dus dat heel veel lawaai maakt. Dat alle auto's opzij moeten gaan. Dat de ambulance dringend door moet kunnen. Dus hij heeft een blauw zwaarlicht en een sirene. Dus dat lawaai is een sirene en een zwaailicht. Zwaailicht van een ambulance. Hier zie ik dat het blauw is. Ik denk dat het altijd blauw is. Dus de ambulance heeft een blauw zwaailicht en een sirene. En we gaan eens even hier kijken nog op de vensterbank. Deze plank hier, dat is de vensterbank. Op de vensterbank staan planten. En er zitten ook knuffeldieren op de vensterbank. De dieren zitten en de planten staan. Ja, de dieren zitten op de vensterbank, de planten staan op de vensterbank. Dan hebben we hier nog dat blauwe ding hier aan de venster. Dat is een gordijn. Dus we gaan ook onze zin beginnen met R. Er hangt een gordijn voor het raam. Er hangt een gordijn voor het raam. Ik zie ook nog een mama van dit kindje hier. Ik zie een mama en een... zou dat een verpleegster? Ja, dat is een verpleegster, want kijk, zij wil dit kindje verzorgen. Ik zie een mama en een verpleegster. Een verpleegster. Pleegster in de kamer. Zo. Dit is de tekst. Ik ga de tekst nog een keer lezen. Dit is een kinderziekenhuis. Er staan 5 bedden in de kamer. Er is ook een rolstoel die naast het bed staat. Er zit een beer in de rolstoel. De beer leest een boek. Er zijn 5 kinderen, waarvan er 4 in een bed zitten of liggen. Er hangen tekeningen aan de muur. Ik zie een ballon in de vorm van een hart. Buiten zie ik een ambulance en 3 bomen. De ambulance heeft een blauw zwaailicht en een sirene. Op de vensterbank staan planten en er zitten ook knuffeldieren op de vensterbank. Er hangt een gordijn voor het raam. Ik zie een mama en een verpleegster in de kamer. Zo, bedankt voor het kijken en ik hoop dat deze video jullie helpt. En salutjes, tot in de volgende.